Dit is de granenflits van maandag 14 januari en afgelopen week moest de Matief tarwe-notering iets inleveren. De CBOT deed het wat dat betreft iets beter. We zien dat de koers van de euro zijwaarts beweegt, waardoor dat de tarwe vanuit de EU relatief duur is. Exportverwachtingen worden dan ook iets naar beneden bijgesteld. En heer en meester op die granenmarkt blijft toch echt wel Rusland. Ook rumoer over mogelijke exportbeperkingen zijn er nog altijd. Een feit is wel dat Rusland zijn tarwe verder uit het binnenland moet halen en dat betekent hogere kosten die mogelijk wel eens door een subsidie opgevangen kunnen gaan worden. Nou, de tarwe uit de VS kan het op prijsniveau wel aan, maar de verschepingskosten liggen meestal iets hoger, vooral in markten bijvoorbeeld Noord-Afrika. De USDA, het landbouwministerie in de VS, is al weken getroffen door de shutdown, waardoor rapporten als WASDE en exportcijfers niet langer beschikbaar zijn voor de sector. En juist de tarwemarkt klampt zich heel erg vast aan headlines en aan nieuws. Daarbij moet je ook rekenen dat wanneer het ministerie wel weer tot leven komt en een stortvloed aan informatie komt, en de markten kunnen dan wel eens zeer gaan fluctueren.